Klein beetje beperkt is dat wel, maar voor de rest vind ik het gewoon fantastisch hier zo. Breda nu. Je weet het meteen. Breda herdenkt en viert dit jaar 75 jaar vrijheid. Onder andere het project Brabant Remember draagt hier aan bij. Dit is een project waarin 75 verhalen vanuit de oorlog worden verteld. Wij vragen ons af, wat betekent vrijheid nou eigenlijk voor de inwoners van Breda? Wat betekent vrijheid voor jou? Dat ik gewoon kan gaan en staan waar ik wil eigenlijk. Dat ik gewoon zelf kan kiezen of dat ik naar school ga of niet. Als je boven de 18 bent en dat eigenlijk wel. Vrijheid is toch een beetje zelf mogen doen wat je wil. Je eigen keuzes kunnen maken en je eigen pad kunnen gaan. Heel veel. Alles eigenlijk. Alles. Kun je iets specifieker ons uitleggen wat je daarmee bedoelt? Ja, dat is moeilijk. Omdat je op straat dikwijls je eigen niet veilig voelt. En vooral 's avonds niet. Als je 's avonds ergens van een vereniging vandaan komt of zo. Dan wil je je eigen toch wel veilig voelen. En dat is niet altijd zo. Dat betekent eigenlijk alles. Hè? Je kan je doen en laten is vrij. En je kan zeggen wat je... Ja, beperkt natuurlijk ook weer. Maar een klein beetje beperkt is dat wel. Maar voor de rest vind ik het gewoon fantastisch hier zo. Qua vrijheid zeker. Zorgen dat anderen zich er niet te veel mee bemoeien. Wat vindt u ervan dat voor sommige mensen dit niet vanzelfsprekend is in de wereld? Ja, dat is jammer. We moeten toch proberen om daar zoveel mogelijk afstand van te nemen van mensen die de anderen de vrijheid beperken. Ja. Is er iets in Nederland waarin u zich beperkt voelt op het gebied van vrijheid? Nee, helemaal niet. Tenminste, als je gewoon de normale normen hanteert, dan ken je alles eigenlijk. Hè? Breda nu. Je weet het meteen.